We staan hier vlak buiten de feestzaal van de ChristenUnie met partijleider Gert-Jan Segers. U heeft vast een hele mooie avond beleefd. Ja, we hebben net een mooie avond beleefd, omdat het vertrouwen in de ChristenUnie groeide vandaag. En dat is iets om heel blij om te zijn en heel dankbaar voor te zijn. En zeker omdat we deelnemen aan de coalitie, dat is dan spannend. Dat betekent dat je soms niet direct de bloemen krijgt. Maar als dan op een dag als vandaag blijkt dat het vertrouwen toch verder groeit, ja, dan ben ik alleen maar heel erg blij. Ja, tegelijk is het opvallend natuurlijk dat de ChristenUnie de enige regeringspartij is die is gegroeid. Voor de andere drie geldt dat niet. Wat is het geheim van de ChristenUnie? Nou, allereerst had ik deze partij met wie we heel goed samenwerken een nog beter resultaat toegewenst. Tegelijkertijd is het als coalitie als geheel valt het mee ten opzichte van de peilingen over de Eerste Kamer die we eerst zagen. Dat zag er veel somberder uit dan wat nu de uitslag lijkt te zijn. Dus dat is weer een meevaller. Ik weet niet zo goed wat het geheim is ten opzichte van de anderen. Als ik in ieder geval over de ChristenUnie zelf spreek, dan is het zo dat we proberen om gewoon op dezelfde manier over onze idealen te spreken als we dat in de vorige periode deden. Daar doen we niets aan af. We laten ons hart spreken. Er is ook veel vertrouwen in onze bewindslieden. En dat vind ik ook heel mooi om te zien. En we proberen gewoon het goede voor het land te doen. En als dat dan beloond wordt, ja, dan ben ik alleen maar dankbaar. Ja. En wie weet, een vierde zetel in de Eerste Kamer? En dat zou echt heel mooi zijn. Want die vierde zetel wordt dan ingenomen door Maarten Verkerk. En dat is een ethicus die ook heel veel heeft nagedacht en geschreven over medische ethiek. Heeft nagedacht met de commissie Snabel over voltooid leven. En ik zou het geluid wat hij brengt als het gaat om de beschermwaardigheid van het leven en bescherming ook van kwetsbaar ouder worden leven. Ik zou het heel mooi vinden als hij zijn expertise in die Eerste Kamer kan laten gelden en dat hij die zetel zou kunnen innemen. Dat zou echt heel mooi zijn. Maar hoe groot is nou de kans dat er daadwerkelijk zo'n vierde zetel komt? Want het wordt nog echt heel erg rekenen, want die leden van de Provinciale Staten die moeten gaan stemmen. Dus we moeten ook kijken, zijn er partijen die nog wat stemmen over hebben? Zitten we dicht tegen die vierde zetel aan of niet? Dus het wordt echt nog rekenen. Maar we gaan het zien. En we gaan met verwante partijen ook praten van, zou er nog wat, met hier en daar een stem, zou er nog ergens een duwtje in de rug mogelijk zijn? Ik hoop heel erg dat die vierde zetel erin zit. Maar dat is pas duidelijk als die statenleden hun stem hebben uitgebracht. Ja. En wat betekent dit nou eigenlijk voor de coalitie en de plannen die zij heeft? Nou, dat het pittiger wordt, omdat wij als coalitie geen meerderheid meer hebben in de Eerste Kamer. Dus dat betekent dat we naar links en naar rechts moeten kijken, om te kijken of die meerderheid er op een andere manier wel is. Er zijn verschillende partijen die zouden kunnen meedenken, meesturen. Maar soms zal het ook aankomen op een bewindspersoon die naar die Eerste Kamer toe gaat en zijn plan moet verdedigen en maar moet zien of daar een meerderheid voor is. Dus het wordt spannender, het wordt ingewikkelder. Maar zeker niet onmogelijk om gewoon door te gaan met het beleid zoals we dat hebben ingezet. Wat verwacht u dan van winnaars als Forum voor Democratie en GroenLinks steun te krijgen? Nou, niet bij voorbaat. Dus dat zal per keer afhangen. Dus wij zullen veel moeten gaan spreken. Dus bewindslieden zullen ook veel kopjes koffie moeten gaan drinken met die Eerste Kamerleden. Soms ook met Tweede Kamerleden. En dit kabinet zal nog intensiever op zoek moeten gaan naar breed draagvlak voor de plannen die we hebben. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatplannen, maar ook de pensioenplannen. Ja, dan zullen we ook met andere partijen moeten praten. Dat wilden we al, maar die noodzaak is alleen maar groter geworden. Oké, dank u wel. Prima.